Zaterdag was het niet alleen een stralende warme dag, het was ook de dag van de bouw. In IJsselmuiden werd die dag geopend door wethouder Pieter Tree. Op de dag van de bouw kunnen belangstellenden en genodigden een kijkje nemen op een bouwplaats. Voor Kampen en IJsselmuiden is dat bij het nieuwe kantoor van de Verzinkerij. Nou, hier heb je een gebouw in aanbouw, dus mensen kunnen zien wat voor technieken worden er toegepast. Hoe ziet die gevel er nou uit aan de achterkant en dat soort zaken. En dat geeft een stuk inzicht en hopelijk ook een stuk motivatie om misschien zelf iets in die bouw te gaan betekenen. Want er moet gebouwd blijven worden, vindt de wethouder. Vorige week nog bracht Eelco Brinkman, de voorzitter van Bouwend Nederland, schokkende cijfers naar buiten. Landelijk wordt er 50% tot 60% minder gebouwd. De gevolgen van de crisis zijn ook lokaal merkbaar. Natuurlijk merken wij dat, anders zelfs wij het niet zouden merken, dan zou ik iets aan het liegen. Maar goed, daar kun je ook je voordeel uit halen en je kunt ook zeggen van hey, we gaan actief naar buiten toe en kijken van waar kunnen wij de klant helpen. En dan samen te kijken van hoe kunnen wij aan hun duurzame wensen voldoen. Duurzaamheid speelt dan ook een grote rol bij het ontwerp van het nieuwe kantoor van de Verzinkerij. Zo wordt er voor de verwarming van het gebouw bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een warmtepomp. Die pompt in de winter warm water naar boven en dat scheelt weer in de stookkosten. Ook de overheid zou meer moeten letten op duurzaamheid bij aanbestedingen, vindt wethouder Treep. We hebben laatst een keer een aanbesteding gehad en het bedrijf uit Drenthe won het. Was maar net iets goedkoper als een bedrijf bij ons uit de regio. Maar het betekent wel dat die werknemers vanuit Drenthe elke keer wel met de auto hierheen moeten. Dat levert een hele hoop CO2-uitstoot, dus vervuiling op. Bovendien, als dan het bedrijf in de regio het wel wint, hebben we en op de CO2 hebben we een voordeel. Maar ook het voordeel dat het geld wat we als overheid besteden ook binnen de regio aanwezig blijft. Voor de belangstellenden is er na de rondleiding op de bouwplaats koffie en een gebakje. Vindt u ervan, de dag van de bouw? Ik vind het interessant. Ik doe altijd nieuwe ideeën op. En ja, je ontmoet weer andere mensen die bepaalde ideeën hebben. En ja, ik vind het interessant. Ook een beetje een dagje uit, begrijp ik. Ook dat, ja. Ik kom kijken waar mijn schoondochter werkt. Die staat hier naast me. Okay, want dit is het nieuwe gebouw van de Verzinkerij en u werkt daar. Wat vindt u ervan? Ja, mooi. Het wordt mooi. Mooi strak, mooi design en ook gewoon lekker ruim. De verwachting is dat het nieuwe kantoor van de Verzinkerij in september klaar is.